We gaan lekker spelen. Nou jongens, Boes had gebroken over de manus en spekkie. Ja, dat was heel leuk. Zo'n klas. Ja, het was niet handig dat ik Woezel en Pip ook bij me had, want die zijn zo populair. Als ze hier door de gang heen lopen, wordt de hele school wordt helemaal gek. Dat is wel heel bijzonder om te zien. Maar het was heel leuk en volgens mij vonden de kids het ook heel leuk. Moet je horen, elke sprong maakt een grappig geluid. Toink, joehoe, toink, joehoe. Als je een klas binnengaat en je Woezel en Pip bij je, dan moet je echt flink je best doen om de aandacht nog bij jou te houden. Want dan is die zijn, dat is gewoon is fantastisch om te zien. Oh, oh jongens, zegt de wijze vader. Dat de peer gewoon doet al heel veel. Ik denk als je voorleest met je kids, dan is het niet alleen maar het verhaal oplezen. Het is een soort van, tenminste vind ik, je moet ook proberen om de kids zelf te laten meestappen in dat verhaal. En net, ik had het over taarten. Hoe maak je dan een taart? En de ene helft weet dat wel en de andere niet. En dan wordt het ook leuk, want je doet het samen. Hè? En dan gaat het over en weer. Dus volgens mij is dat, volgens mij moet je dat gewoon doen. Oké, dus Woezel en Pip hebben een taart gemaakt van botten en van zand en van bloemen. En die gaan ze bij tante brengen. Denken jullie dat dat een lekkere taart is? Nee! Ik denk dat het wel lekker smaakt. Wij proberen wel elke avond voor te lezen. Ik moet zeggen, mijn vrouw is daar ook heel goed in. We proberen dat, mijn vrouw is Engelse, dus we doen een stukje in het Engels en een stukje in het Nederlands. En dat proberen we te doen omdat we dat zelf heel leuk vinden. En toen wij benaderd werden door Stichting Lezen om dit te doen samen, juist voor de cause. Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. En als we daar iets aan kunnen doen met elkaar, dan gaan we dat doen.